Vandaag ga ik 200 kijkers laten tijdreizen in Minecraft. We hebben de prehistorische holbewoners, de middeleeuwse krijgers, het saaie heden en natuurlijk de interessante toekomst. Elk tijdpack zal 50 spelers krijgen die vervolgens 30 minuten de tijd hebben om spullen te verzamelen. Na deze 30 minuten verdwijnen de binnenste muren en zal de oorlog beginnen. Oké, welkom jongens. Welkom in Team Geel. Ik wil iedereen even bij elkaar hebben. Ik wil iedereen even hier. Ik ga even een pep talk houden. Oké, jongens, welkom. Ik heb hier mijn kantooroutfitje heb ik aan. Ik ben helemaal ready om jullie te leiden naar een toekomst in Minecraft. Ik weet het niet. Hallo mede holbewoners van dat goede leven. Klinkt als een nieuw programma dit. Maar dat is het niet. We gaan vandaag winnen. Dat is het enige idee. Net zoals al mijn ideeën. Alleen mijn ideeën komen niet zo vaak uit. Oké, ik heb wel voor jullie een van de beste. Ja, een van de beste. Oh, we gaan al. Oké. Ik weet niet of je al gelijk kan hakken. Ik denk het niet. Ik heb de beste biome uitgekozen. Andere biomes zijn namelijk gewoon echt shit, want die hebben echt nauwelijks hout. Oh, daar gaan we jongens. Oké. Als het goed is, staat alles aan. Je kunt dingen slopen, je kunt alles doen. Oké, jongens, jullie kunnen hakken. Doe je ding. Hak, bouw, sloop. Doe sowieso even bomen hakken. Hier onder ons bevindt zich gewoon zometeen ijzer, diamonds, kool. Alles, verzin het, weet je. Het is er gewoon. Er zijn een paar huisjes waar we naar binnen kunnen. Je gaat er geen loot vinden. Er gaat geen speciale spulletjes in kisten zijn. Er zijn wel kisten en zo, maar hè. Verder zal hier niks bijzonders zijn wat jullie zal een voordeel zal geven of zo. Oké, jongens, en we moeten natuurlijk ook een hele mooie arena maken. Die maken we door middel van goed samen te werken. Allemaal een eigen taak doen. Dus dat is sowieso belangrijk om te doen. Gebruik goed alle bomen voor de saplings. Ik wil eigenlijk een base maken hiervan. Van het grote kasteel. Ja, gewoon een lekker base maken. Daar kunnen jullie de mine in. Wat is nog meer handig? Ja, jongens, wij hebben natuurlijk veel water. Dus vallen kunnen ze bij ons niet echt. Oké, jongens, dit grote witte huis. Het lijkt mij verstandig om hier bovenop een soort basisje te bouwen. We hebben dan al een hoog platform, gelukkig. Misschien dat we gewoon het dak kunnen slopen zometeen als we pickaxen hebben. En dat we dan van de zolder de basis kunnen maken. We willen hebben een beetje een hoger grondje natuurlijk dan de rest. En dat is het verstandige. Want als zometeen die muren vallen, kunnen we van alle kanten kunnen we aangevallen worden. Dus mij lijkt het echt verstandig om dan bij elkaar te blijven. Niet op te splitsen, want als je alleen loopt, is de kans dat je doodgaat gewoon heel groot. Waar jullie nu zorgen om moeten maken, is dat jullie gaan minen. Ik zie dat er weer water in komt. Ik zal eventjes weer helpen dat er... Oh nee, dat willen jullie juist, hè? Dat willen jullie... Ja, anders komen jullie er natuurlijk helemaal niet uit. Nou kun je er weer uit, Tris. Sorry. Maak goed gebruik van deze appel hier zo. Er ligt een appel hier. Like een appel, pak de appel. Achter je, pak deze appel. Goed zo, Xandiman. Of Jeetje, heb jij hem? Oké, maak daar een lekker golden apple van. Ja, verzamel gewoon zoveel mogelijk spullen als het mogelijk is. Ik heb geen idee wat, hoe ver dat in mogelijk is, maar probeer het. Belangrijk. Oké, lekker delen jongens, dat is goed. Deel met elkaar. Belangrijk. Oké, jongens, wie gaat er een bunker bouwen? Wie maakt deze prachtige grot dicht? Ik begin wel met de grot dichtbouwen. Wie gaat me helpen? Die grot moet dicht. Belangrijk. Hoe gaat het hieronder? Zo! Damn! Jullie zijn goed aan het minen, jongens. Op het laagste niveau kunnen jullie ook diamonds vinden, hè? Dat weten jullie. Er is op het allerlaagste niveau zijn heel veel diamonds die je kan vinden. Het is nu vooral wacht zo wat een mijnstelsel is hieronder gemaakt, zeg. Ik zie dat er iets heel veel die diamonds gaat. Ik zie nog steeds dat er heel veel mensen onder de grond zitten. Dat is natuurlijk ook hartstikke goed, maar vergeet ook niet dat jullie zometeen allemaal naar boven moeten om een fantastische beest te maken. Want ik kan niet gaan vliegen naar de anderen toe, want dan kan ik spieken. En dat is niet de bedoeling. Kijk, jongens, die grot gaat mooi dicht. Heb allemaal een zwaardje, dat is belangrijk. Ik zie heel weinig mensen met zwaarden. Show your zwaardjes. Zo, dit is wel een hele mooie bunker. Goeie bunker, ja. Perfect. Stel je voor het gaat mis, kunnen we hierin. Niels, wat heeft Niels te vertellen? Hier. Oh, Niels heeft een crafting table. Niels, je bent een hero. Oké, dan kan ik een prachtige axe maken. En misschien kan ik dan wel een boom hakken. Misschien heeft het de vloek van een... Oh. Ik kan deze wel hakken. Oh. Nou, ik zie dat iedereen mooi iron aan het verzamelen is. Ik kan full diamond maken. Dat doe je goed. Maar je moet wel delen natuurlijk. Want anderen die hebben natuurlijk ook dingen nodig. Dus dat moet je wel voor zorgen. Zijn er al mensen met armor? Oh, iemand al full diamond zie je zelfs. Wow. Damn, low power. Oké, nu moet je gelijk helpen. Heb je ook goede zwaarden en zo? Of heb je goede wapens of iets? Hier ook iemand met diamond dingen? Kijk, een diamond zwaard. Goed zo. Goed, jongens. Ik wil dat iedereen lekker bezig is. Oh, je dropt hem zelfs. Je geeft hem maar een walnootje. Kijk, walnootje. Je krijgt een diamond zwaard. Dat moet je goed gebruiken zo meteen, oké? Goed gebruiken tijdens het vechten. Kijk, kijk, de grot is dicht. Toppers. Kijk, je kan moeilijk in worden. Top. Lekker bezig, jongens. Goed zo, lekker delen met elkaar. Doe het. Heeft iemand al een bunker gebouwd, jongens? Of een bunker? Een muur voor de muur gebouwd? Dat zou ik wel even doen. Want dat is heel slim. Ik ga het wel beginnen. Wie helpt me met bouwen?
Moet hier een muur komen van 3 hoog. Dat is perfect. Help mij, jongens. We moeten deze muur bouwen. Jongens, redstone. Mensen die redstone hebben, verzamelen het hier in een kist in het midden. Alleen de redstone. Dat is belangrijk. Ik zet wel een kist neer. Iemand heeft redstone nodig. Gun het hem. Staat een kist. Gooi daar je redstone in. Ah, ik zie hier weer wat nieuwe saplings. Die kan ik weer planten voor jullie. En dan moeten wij een arena gaan voorbereiden, jongens. We moeten een heel fort bouwen. Want zij komen natuurlijk zo meteen. Misschien wel direct naar ons. Ik zie hier al de hele tijd dat iemand... Depediva, jij bent er al volgens mij al de hele tijd mee bezig. Maar er moeten wel meer mensen naar boven komen om dit voor te gaan bereiden, jongens. Dus er moeten blokken worden gehakt. Waterbuckets worden gevuld. Hout worden gehakt. En daarmee kan ik jullie wel helpen. Met het hout hakken niet, maar wel met het hout plaatsen. We hebben nog 10 minuten. 10 minuten. Hele 10 minuten. Ik zie heel weinig mensen nog met armor. Fix dat probleem. Kijk! Het fort is goed bezig, jongens. Zet precies dit fort, zoals jullie nu doen. Dit gaat echt top. Jongens, de laatste 9 minuten, 8 minuten gaan in. Dus gaan onder de grond. Dat is het belangrijkste. Onder de grond nu. En verzamel alles wat je tegen kan komen. Robin, maak dit fort bekend. Jongens, we hebben een fort bij het vliegtuig. Er staan een kist met deelspullen. Kom daar allemaal naartoe. Kijk hem daar nou staan. Hij staat daar. In zijn natuurlijke habitat. Met een bot door zijn neus. Zijn gang te gaan. Wil je nou vaker van dit soort video's zien? Abonneer dan zeker even. Want er zit heel veel tijd in deze events. We gaan voor die 4000 likes. En laat even weten in de reacties voor welk team je bent. Ik weet het wel. Ik ga hem verder bespioneren. Wij beginnen in het fort. We gaan niet gelijk aanvallen. We gaan even kijken wat iedereen gedaan heeft. Analyseren hoe het er allemaal uitziet. Wie het verstandig is om misschien aan te vallen. Misschien is het wel verstandig om hier te blijven. We gaan dit slim aanpakken. We gaan dit winnen. Ik denk dat het de tijd... Oeh, nog 1 minuut en 30 seconden, jongens. Allemaal naar het fort. 10 seconden, jongens. 10 seconden. Maak alles. Pak alles. Doe het snel aan. Maak het zwaard. Weet ik wat. Doe het. We moeten gaan vechten. Dat is belangrijk. 10 seconden, jongens. 10, 9, 8, 7, 6, 5... 4, 3, 2, 1. Het is tijd om de muren te laten zakken. De muren gaan weg, jongens. De muren gaan weg. De muren gaan weg, dus houd je vast. Het kan nu helemaal misgaan of het kan goed gaan. Maak je een klein randje om dat we hier op kunnen gaan staan. Jongens, let op, hè. Ze kunnen aangevallen. Oh jee, de muren verdwijnen, jongens. De muren zijn aan het verdwijnen. Blijf op de plek, niet aanvallen. Blijf op je plek. Blijf op het fort. Dit is waarom we een fort gebouwd hebben. Dit is waarom we niet gelijk gaan aanvallen en hier gewoon eerst even wachten. We zien daar team rood is helemaal verspreid. Team groen ook. En team blauw ook. We blijven hier mooi even zitten, oké, met z'n allen. We blijven hier mooi even gewoon in de gaten houden wat er gaat gebeuren, oké? Nog niks bijzonders doen. Oh, de wals zijn al gedropt, jongens. Oh jee, de wals zijn al gedropt. Oké, maar gelukkig hebben we een klein fort. Ga allemaal binnen de muren, jongens. Allemaal binnen de muren. Ik drop hier daar nog wat iron. Ik weet niet of er al mensen zijn. Ik hoor water. Ik word nu heel gestrest. Oké. Zij gaan heel hoog, jongens. Ik zie dat Robin, die is van plan om met zijn team heel hoog te gaan. Maar jongen, wij hebben geen water. Wij hebben nergens water. Zolang wij met z'n allen in dit kasteel blijven, kunnen ze op ons vallen wat ze willen. Maar dan pakken we ze gelijk, oké? Dan zijn ze in het leeuwennest beland. Vallen ze in een wespennest. En dan zijn ze helemaal de klos, oké? Daar gaan wij gewoon voor. Zie, ik zie nu al dat Robin zijn mannen, die vallen allemaal naar beneden. En dat is niet slim. Kijk. Robin maakt een grote fout. Jammer, maar oké, rood komt eraan, jongens. Rood is binnengevallen. Let op, rood is aan de... Kijken, aan het zuiden. Zuiden binnengevallen. Oh man, waarom vallen jullie daar nou? Oh, allemaal diamond armor is hier nou gedropt. Oh jongens, wat doen jullie nou? Dit was zo niet slim. Waarom sprongen jullie hier naar beneden? Oh, Pampine heeft een kill. J-Hond Games fell for my high place. Sexy nog wat eens. Ga binnen de muren. Hé jongens, deze guy, opa Gerard, je gaat ervoor. Gaat soloen. Hoe leeft deze guy nog? We gaan naar brug en boog bouwen, jongens. Ze zijn... Oh, daar moeten we ook op letten. Dat ze niet in het water springen. Lyca Bosbest wordt aangevallen, jongens. Lyca Bosbest wordt hier aangevallen door wat groene mensen. Zorg ervoor dat jullie dit eventjes goed doen. Kijk, jullie helpen elkaar heel goed, jongens. Heel goed. Maak hem dood, die vonk. Maak hem dood. En deel de armor. Deel de armor met elkaar. Jullie zijn veel beter. Jullie zijn allemaal veel beter. Kijk, Swoon die heeft ook alweer iemand. Jullie rocken hier de game, jongens. Ik weet het zeker. Jullie kunnen dit allemaal helemaal goed doen. Wij hebben hier de high ground nu, jongens. Wat ik wil, is ik wil dat we hier onderdoor lopen, zometeen. En het ding is, we hebben hier onder ons het, zeg maar, het nadeel wat Team Rood heeft. Pas op hoor, je hoeft hem nog niet gelijk te volgen. Wat Team Rood heeft, is dat ze te veel water hebben hier. Ze hebben te veel water waar we gewoon in kunnen vallen. We kunnen gelijk naar beneden springen zometeen. Dus waar ik aan zat te denken, is als we nou allemaal in het water vallen hier. Pas op dat je niet op een blokje valt, want er zijn veel blokjes waar je op kan vallen. En dan gewoon gelijk met z'n allen heel Team Rood hier proberen af te slachten, oké? Want ze komen nu, Team Rood zie ik, in ons land. Ze zijn nu in ons land hier, dus als we dat zometeen met z'n allen tegelijk doen, zodra ik ja zeg, oké? Dan gaan we dat doen. Heb ik iedereen hierboven nodig. We springen in 3, in het water, 2, 1,
Go, 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 go. Pas op dat je niet op een blokje landt. Spring, spring, spring. Allemaal naar beneden. We gaan aanvallen en pak iedereen. Blijf bij elkaar. Blijf als een groep bij elkaar, jongens. Niet opsplitsen. Ga richting de molen. Allemaal richting de molen. Zo, zo. Het regent hier. Geel. Het regent hier. Geel. Jongens, Geel die heeft eigenlijk geen armen. Geel die is aan het infiltreren. Het kasteel aan het infiltreren. Maar daar hebben wij tot nu toe niks van doen. Oh, Geel is ons aan het overnemen. Geel is ons aan het overnemen. Oh, Geel die inveet ons. Maar dat maakt niet uit. We hebben hier toch echt nauwelijks mensen meer zitten. Oh, jongens, pas op. Pas op, jongens. Er zijn twee blauwe hier. Met z'n allen op die twee blauwe die hier zijn. Met z'n allen op die twee blauwe. Pak die twee blauwe. Pak hem. Sla maar af. Sla maar af. Pak hem, jongens. Ze ontsnappen. We nemen dit kasteel over. Kom op, jongens. Hij slacht jullie anders af. Hij slacht jullie anders. Oh, jongens. Hij slacht jullie één voor één af. Pas nou op. Nee. Daarom moeten we bij elkaar blijven. Anders gebeurt dit. Oké, nu is een gevecht bij de molen. Nu allemaal naar de molen. Op de molen springen. Ik denk dat Geel en Lichtblauw het moeten uitvechten. En wij moeten gewoon wachten, vind ik. Pak ze allemaal. Pak ze. Dit is een goed. Als we deze winnen, hebben we een hele goede voorsprong. Maar dan moeten we wel iedereen killen. Iedereen killen. Laat niemand ontsnappen. Blijf bij elkaar. Want het is een hele grote groep blauw. Komt eraan. Blijf echt bij elkaar, jongens. Niet vluchten. Oh, zo, jezus. Dit is... Oké. Jeetje mineetje. Dit gaat wel heel lekker. Swoon en DSM en meer. Heel goed. Waar is iedereen? Zijn we nou allemaal dood of ben ik gewoon legit iedereen kwijt? Hier zie ik ook nog maar één iemand rennen. Wat is er fout gegaan, jongens? Wat is zo'n goed plan? Wat is zo'n goed plan? Oh, mijn god. Ja, nu kunnen jullie hem pakken. Hij kan nergens heen. Laat hem niet stekken. Goed, ja, hij is terug. Krit hem maar. Ja, die guy is dood. Kijk hem gaan. Lekker hits. Ja, jongens. Ja, jongens. We hebben hem. Ja, goed gedaan. Topwerk dit. Woe. Jongens, jullie plan heeft gewonnen op. Ja, Joop is helemaal verbaasd. Top. Jullie hebben het overleefd. Jongens, topwerk dit. Oh, Wouter heeft hem eraf. Hij heeft helemaal G'd. Hij zit nu in het water. Kijk al die drie guys op de jump. Hij kan nu niks. Hij zit nu namelijk in het water. De boot is er. Nee, jij blijft hier. Ja, ga de andere kant maar op. Oh, hij pakt de boot. Sla de boot. Lekker. Oh, hij zit vast. Nee, hij zit niet vast. Bro, deze man kan zo snel blokken. Ja, hij is alweer weg, man. Oh, kijk. Het is nu gevaarlijk. Wouter tegen Yoshi. Oh, hij is gejumpt. Kijk uit. Tik hem eraf. Ja, goed. Oeh. Nee. Nee, natuurlijk heeft hij de MLG gehaald. Overleeft dit ook gewoon weer. Hij heeft... Yoshi, topplan dit. Pak ze loot. Ja, ietsje verder, iets omhoog. Ligt ze loot aan... Ik heb geen idee waar ze loot ligt. Oxy loot. Ja, je moet omhoog. Ja. Over het muurtje heen. Naar de andere kant ligt het. Kijk, jongens, jullie zijn de drie laatste elite met z'n drieën. Oké, jongens, er komt een border aan. Oftewel, de arena wordt kleiner. Zodat iedereen langzaam naar het midden wordt geforceerd. Oké, oh. Oké, ja. Zien jullie hem? De border is aanwezig en hij is langzaam aan het krimpen. Dus het is de bedoeling dat we ook langzaam naar het midden gaan. En daar komen we iedereen tegen. Maar doe voorzichtig. Je hoeft niet... Geen stress, jongens. Jullie hebben geen stress als team. Het duurt nog even voordat hij er is, weet je. Hij is onderweg, maar het duurt op zich nog wel even. Border krimpt. Oh, nee. Oké, pas op. Wij zitten in het midden. Niks aan de hand. Wij zitten Jasper. Jasper, ben je nog in het midden? Nou, gaat allemaal volgens plan, denk ik. Yoshi, alles nog volgens plan. Ziet er wel prima uit. Lekker blokjes hakken, is belangrijk. Lekker. Gewoon even survivalen. De border is super klein, jongens, inmiddels. Het is een hele kleine border. Rowan is hier. Oh, top, Rowan. Goed zo, Rowan. Oh, hier ook Robben. Robben en Rowan to the rescue. Pak hem, jongens. Oh, nu moet Rowan weer hulp nodig. Rowan heeft hulp nodig. Ga er maar gewoon voor. Niet toekijken. Gewoon helpen. Liever allemaal dood dan één iemand dood. Kijk, jullie zijn weer bij elkaar. Kom even op adem. Oké, team rood en team. Oh, er zijn twee van blauw dood. Oeh, dat is goed. Hallo. Hey, anders loop even gezellig mee. Wil je nou ook prachtige Minecraft servers hosten? Of lekker samen met je... Hallo, Biman. Eventjes samen met je vrienden spelen? Kijk dan zeker eventjes op kaashosting.nl. Hallo, Biman. Kaashosting.nl voor de beste Minecraft servers. Want ja... Hallo, Biman. Ze hebben de beste deals, dus... Doei. Oh, wat? Yoshi Gameplay is hier. Fast boven throw from high place. Wat is er? Oh, nee. Ik heb helemaal niet te opletten. En Papien, je hebt boots zijn gebroken. Rizio. Yoshi. Lekker, Yoshi. Pas op, Yoshi. Heeft hij deze alle goede PvP'ers? Laat hij die allemaal hebben? Oh. Pas op. Robben staat er ook. Jongens, blijf bij elkaar. Dit is jullie platform. Sla maar af. Ja, goed zo. Dat is de eerste. Oeh, hij heeft MLG'd. Maakt niet uit. Hou je waterbucket ready als je valt. Nee, Robben! Robben is dood. We zijn één iemand verloren. Sla ze eraf. En hou je waterbucket ready. En er valt er nog eentje naar beneden. Kijk uit, achter jullie. Yoshi gameplay. Oh, Nolan. Jammer. Goed geprobeerd.
Lekker, Yoshi. Goed. Smek hem. Oh. Oh, hij heeft echt geen HP. Dat moet wel. Pak hem, Yoshi. Ja. Ja, lekker, Yoshi. DSMR is neer. DSMR, nee, je bent dood. Shit. Oh, ons team wordt wel heel erg uitgedund. Oké, hierboven is één iemand. Is Risho, daar kan je op sneaken. Oké, ga. Die kan sneaken. Blijf shiften nou. Shiften nou. Go. Pak hem. Sla maar af. Het gaat om fall damage hier. Het gaat echt om fall damage. Oh, hij heeft lava. Hoe komt hij aan lava? Er is nooit lava hier geweest. Er is nooit lava. Plaats water voor jezelf. Heel even met water. Zo, ja, goed zo. Er is nooit lava in deze wereld geweest. Hoe komt hij aan lava? Oké, jongens. De border wordt weer. Kijk uit, lol. Oh, shit. Ja, lekker, Yoshi. Lolheid is ook neer. Jasper, ga ook omhoog. Dan kan je bij Yoshi aansluiten. Volgens mij is rood helemaal uitgeschakeld. Oh nee, niet. We hebben nog één rode. Het is nog één rode, twee groene, één blauwe en één gele. Eén van ons, jongens. Dit is het. Dit is tussen blauw en geel. Jullie zijn de laatste van jullie soort. Allebei. Rowan, dit gevecht bepaalt alles. Dit bepaalt welk team als eerst compleet af is. Welk team uitgeschakeld is. Oké, de border wordt zo klein dat jullie misschien... straks je net zoals in Fortnite het niet meer overleven. En dan moet je rennen. Stek. Oké, ja. Oh, nee. Oké, Yoshi komt op jou. Oeh. Oh, nee. Wat is er gebroken? Nee, je pickaxe. Kom op, Rowan. Juist. Lekker, Rowan. Ja. Pas op, Jasper. Oh, je helm is stuk, Rowan. Ik weet niet of je nog eentje hebt. Of je die op hebt gepakt. Maar je helm is stuk. Dus als je een moment hebt om een nieuwe helm op te doen... Oh, je hebt geen nieuwe helm. Oeh, dat is akelig. Dat is heel akelig, Rowan, dit. Rowan. Oeh, je helm. Broeder. Nee, Rowan. Nee. Lekker, jongens. Goed gedaan. Man, respect voor Rowan. Je was de laatste soldaat van Team Geel. Team Geel is helaas uitgeschakeld. Het heden zal niet langer aanwezig zijn. Het gaat nu alleen nog maar om de toekomst en het verleden. Het is een GG. Je hebt gestreden. Nee. Pas op, hij zit daar. Hij gaat omhoog. Kenya gaat omhoog. Jongens, dit wordt er misschien wel. Dit kan er misschien wel worden. Je bent de laatste tegen twee groen. Oh, Kenji, je helm is kapot. Je helm is kapot. Nee! Ja, jongens, jullie hebben gewonnen. Lekker. Hey. Easy. Jongens, we hebben gewoon gewonnen. Mijn eerste win op mijn kanaal. Lekker bezig, jongens. Toppie. Jongens, het kwam echt, zeg maar, gefeliciteerd naar de prehistorie. Jullie hebben gewonnen. Prehistorie overleeft maar weer, dat zie je maar. Ja, je ziet het inderdaad. De toekomst, het heden en het middeleeuwen. Zeg maar, alles wat mensheid aanraakt, dat verliest gewoon. Alleen Precies. Het verleden waar nog geen mensen, misschien een beetje hobbelwoners of zo leefden. Ja. Jullie hebben het goed gedaan, jongens. Jullie hebben echt je best gedaan met z'n tweeën. Dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Team Justin heeft gewonnen. Dus even confetti voor Justin. Dat is het verleden, of de prehistorie natuurlijk. Dus laat even weten in de reacties voor wie jij was. En vergeet zeker ook niet te liken en te abonneren. Er gaat zoveel tijd in deze video's. Dus ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan zeker eventjes. En dan nu, kijk lekker deze video. Want dit is een ander event waarin mensen focus erin konden winnen. En weet ik wat allemaal. Echt een goede aanrader als je van events houdt zoals dit. Moet je deze gewoon echt even kijken. En nu spreek ik laat glaasje water. 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Yo! Yeah!